Er was eens een visser die Timpetee heette en zijn vrouw heette Dikkebil. Ze waren heel erg arm. Zo arm dat ze in een omgekeerde bloempot moesten wonen. Timpetee ging elke dag vissen. Hij viste en viste maar. Op een dag zag hij iets bewegen in het water. Zijn dobber ging naar beneden en aan het haakje spartelde een vis. Tot zijn verbazing begon het visje te praten. Visserman, visserman, laat me alsjeblieft met rust. Ik ben geen echte vis, ik ben een betoverde prins. En bovendien smaak ik helemaal niet lekker. Visser Timpetee zei, oké, ik geloof je heus wel. Een pratende vis neem ik niet mee. Zo, ik gooi je gewoon terug in het water. Dag! De visser roeide naar de kant en hij ging naar zijn omgekeerde bloempot. Zijn vrouw Dikkebil zag hem al aankomen. Timpetee, heb je nog iets gevangen? Nee, ik heb één vis gevangen, maar die kon praten. Het was een betoverde prins, dus ik heb hem maar teruggegooid. Hoe kan je dat nou doen? Heb je geen wens gedaan? Wensen? Zei Timpetee verbaasd. Ja, het is toch verschrikkelijk om in een bloempot te wonen? Je kan toch een huis wensen? Dan kan ik toch niet vragen? Tuurlijk wel. Je hebt de vis vrijgelaten. Dus dan is een huisje niet te veel gevraagd. Timpetee ging terug naar het strand. Het leek wel of het water er wat donkerder uitzag dan anders. De visser riep. Visje, visje in de zee, hier is mannetje Timpetee, mijn vrouwtje Dikkebil. Die wil niet wat ik wil. En daar kwam het visje al aangezwommen. Nou, wat wil ze dan? Nou, ik heb je gevangen en weer vrijgelaten. En nou vindt ze dat ik een wens mag doen. En wat wil ze? Ze wil niet langer in een bloempot wonen. Ze wil een echt huis. Ga maar terug. Ze heeft vanaf nu een echt huis. En ja hoor, toen hij terugliep naar huis, zat zijn vrouw al te wachten op het bankje ervoor. Ze was heel blij. Oh, dit is echt veel beter. We hebben zelfs een keuken. De vrouw en de visser woonden heerlijk in hun nieuwe huis. Maar na 2 weken, zei de vrouw, ik zou best wat groter willen wonen. Ik wil wel een kasteeltje. Oh, dat lijkt me enig. Nou, hup, ga dan naar die vis van je. De visser wilde helemaal niet gaan, maar zijn vrouw bleef maar zeuren. En uiteindelijk gaf hij toe. Toen hij bij de zee kwam, was het water helemaal groen. Timpetee riep. Visje, visje in de zee. Hier is het mannetje Timpetee, mijn vrouwtje Dikkebil, die wil niet wat ik wil. Wat wil ze nu? Ze wil wat groter wonen, eigenlijk wil ze nu een kasteel. Ga naar huis, je vrouw staat te wachten voor het kasteel. En jawel hoor, ze stond voor een prachtig kasteel. En van binnen was het nog mooier, er stonden zelfs gouden stoelen. En achter het kasteel was een enorme tuin. Oh, dit is wel heel mooi. En wat een boel kamers. Ja, hier kunnen we wel een tijdje wonen. Dat zullen we nog wel eens zien. De volgende morgen werd vrouw Dikkebil als eerste wakker. En ze kreeg ineens een idee. Timpetee kon zijn oren niet geloven. Nou man, sta eens op. En kijk eens uit het raam. Kunnen wij niet koning en koningin worden? Ga het maar vragen aan de vis.
Ik wil helemaal geen koning zijn. Dat durf ik echt niet te vragen. Nou, maar ik wil wel koningin zijn. En waarom niet? Nou, ga erheen. Huppakee. De man was erg verdrietig, omdat zijn vrouw nooit genoeg had. Hij kwam bij de zee. De zee was helemaal blauw en heel wild. En de visser zei, visje, visje in de zee, hier is het mannetje Timpetee. Mijn vrouwtje Dikkebeel, die wil niet wat ik wil. En daar was het visje. Wat wil ze nu weer? Ze wil koningin worden. Ga maar terug, ze is al koningin. Timpetee liep terug en zag een nog groter paleis. Overal liepen soldaten en bediendes en wat een hoop kamers. In een van de kamers zat mevrouw Dikkebeel. Of moet ik zeggen, koningin Dikkebeel. Nou Dikkebeel, je ziet er prachtig uit. Nou hebben we zeker niks meer te wensen. Koningin Dikkebeel begon toch een beetje te draaien. Eigenlijk wil ik keizerin zijn. Dat is nog mooier. Maar vrouw, dat kan toch niet? Ik kan toch niet weer naar die vis? Kijk nou naar die mooie tuin. Koningin Dikkebeel werd nu heel kwaad. Ze krijste. Ik ben de koningin en je moet me gehoorzamen. Ga naar die vis van je. Timpetee werd nu een beetje bang. Dit kan nooit goed aflopen, dacht hij. Bij de zee zag hij dat hij helemaal geel was en bijna kookte, leek het wel. Visje, visje bij de zee, hier is mannetje Timpetee. Mijn vrouwtje Dikkebeel, die wil niet wat ik wil. Het visje reageerde heel kortaf. Wat wil ze nu weer? En nou wil ze weer keizerin worden. Oh, ga maar terug. Ze is al keizerin. En ja hoor, daar zat keizerin Dikkebeel. Een heleboel soldaten om haar heen. Iedereen boog voor haar. Was ze dan nu eindelijk tevreden? Nou, nee hoor. Ze zei. Nu wil ik paus worden. De belangrijkste persoon van de wereld. Timpetee begreep er niets meer van. Paus? Daarvan is er maar één op de hele wereld. Dat kan het visje toch niet? Hé, wat zeur je nou weer? Dat visje kan alles. Je moet doen wat ik zeg. Timpetee liep weer terug naar de zee. Hij was heel erg angstig. De zee kookte wild. Angstig zei hij. Visje, visje in de zee. Hier zit mannetje Timpetee. Mijn vrouwtje Dikkebeel. Die wil niet wat ik wil. Wat wil ze nu weer? Ze wil paus worden, maar dat kan toch niet. Ga maar terug, ze is nu al paus. En daar was paus Dikkebeel de eerste. Ben je nu paus? Ja, 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 ik ben de paus. Jubelde paus Dikkebeel de eerste. Nou, hoger dan dit, dat kan niet meer. Nu moet je wel tevreden zijn. Daar moet ik nog even over nadenken. Wie weet. Maar 's avonds kon Dikkebeel de slaap niet vatten. Ze bleef er maar over nadenken. Wat kan ik nu nog worden? Ineens riep ze. Timpetee, ga naar je visje. Ik weet nog iets. Ik wil de baas worden over de zon en de maan. Maar vrouw, dat kan toch nooit? Je bent nu paus Dikkebeel de eerste. Dat is toch mooi genoeg? Mooi genoeg? Nee! De vrouw begon te gillen en te trillen. Niks mooi genoeg! Ga naar die vis! Timpetee ging maar snel naar buiten. Het onweerde verschrikkelijk. De zee was woest en bijna zwart. Hij liep naar zee en riep... Visje, visje in de zee. Hier is mannetje Timpetee. Mijn vrouwtje Dikkebeel wil niet wat ik wil. Wat wil ze nu weer? Ach, visje, ik wil alleen maar dat ze gelukkig is. En de vis antwoordde, gaan we naar huis? Je vrouw is al gelukkig.
Het visje dook onder en liet zich nooit meer zien. En Timpetee liep naar huis. Er was geen huis, kasteel of paleis meer te zien. Wat hij wel zag, was de oude omgekeerde bloempot waar ze jarenlang gelukkig in hadden gewoond. En vrouw Dikkebil? Ze zit naast het deurtje van de pot. En als het goed is, zit ze daar vandaag nog steeds.